Goedemorgen, het is deel 2. Ik ga gewoon door met filmen, maar ik heb het even in tweeën gesplitst. Want ik heb toevallig net geëdit, het was bijna 20 minuten of 20 minuten. En ik heb echt nog wel veel wat ik uit de vriezer kan eten, dus 2 delen. Even kijken, voor het ontbijt, of nee, ontbijt... Ontbijt trouwens film ik nooit, maar die jongens krijgen gewoon brood. En nou ja, dat is gewoon brood uit de vriezer en beleg en that's it. Maar voor lunch, er komt vandaag iemand lunchen. Ik was heel eventjes naar de markt geweest. Daar heb ik deze afbakbroodjes gekocht, dus die ga ik straks in de oven doen. Ik en de vriendin die eten gewoon eens zo'n broodje met misschien wat groente of iets dergelijks. En de mannen die krijgen er ieder nog 2 boterhammen bij. En dan ga ik weer een smoothie maken. Ik heb nog een heel klein beetje appelsientje, dus dat doe ik erin. Nog een beetje magere melk, wat ik aanleng met biologische melk. Dan heb ik allemaal fruit en zo, jullie weten het. Ik ga deze mango gebruiken. Ik ga de helft van de avocado stukjes in de smoothie doen. En ik doe een handvol met blauwe bessen. Dus smoothie, brood, ik vind het weer een goed idee. En we eten vandaag pasta. Maar dat laat ik straks dan wel zien. Ik bedacht me opeens dat ik nog 2 porties courgettesoep in de vriezer heb. Dus ik ga dat samen met mijn vriendin eten. Dus dit ga ik even langzaam opwarmen. Kijk, zo gaat het zo ontzettend goed. En zo de smoothie. Hier, ik wilde wat groentebakjes voor de jongens maken samen met de lunch. Dus het gaat goed. En dit is de lunch voor de heren met een ei en groenten en lekker. Hier zo. Eet smakelijk. Nou, zoals jullie misschien kunnen raden, vanavond eten we spaghetti. En ik ga nu een pasta saus maken. En ik gebruik de helft van de champignons, omdat ik de andere helft in de stoofschotel kan maken. Die ik waarschijnlijk morgen ga maken, gok ik zo'n beetje, weet ik niet. Doe ik wel, niet wel. Ja, goedemorgen allemaal. Vandaag ga ik een soort boef, zeg ik het weer, buff. Vandaag ga ik een soort buff bourguignon maken. Een beetje een combinatie van 2 recepten op Pinterest. Nou, zoals jullie zien, kijk, dit soort dingen. Dit gebeurt er dan in mijn leven, maar dit snij ik er gewoon af. En dit is gewoon een aardappel. Dit ga ik klein snijden. Ik heb nog wat, hoe heet het? Champignons had ik. De enige kruiden die ik in de tuin heb, dat zijn, is tijm. Dus dat komt uit de tuin. Hier zijn nog wat baconreepjes die kwamen uit de vriezer. En ik heb nog selderij. Dus die gaan in de slowcooker. Dus avondeten ben ik alvast aan het voorbereiden. Ziet dit er niet ontzettend professioneel uit? Ik wil het even zeggen. Oh mijn hemel. En tosti's bakken van het overgebleven brood wat ik heb gebakken. En dat zal ik maandag of ooit weer gaan doen. Ja, klinkt heel raar. Maar ik ga nog meer brood bakken deze periode. En zo ziet het eruit. Nou ja, ik hoop dat het lekker is. Mark neemt nu op dit moment een hap. Het is heel heet, maar het is... Is het heet? Ik proef niks meer. Oh, dat is nou wel jammer. Ze willen weten of het lekker is, Mark. Oh ja, afgekoeld wel. Ja, volgens mij, ik heb geen idee. Sorry. Nou, ook al is het lekker of niet, je eet het maar. Zeker. Oké. Okay. Het is 99 spelers. Dat was een beetje veel. Veel spelers. Nou, we zitten op 10 minuten met dit bord. Gebrand. Het is een beetje... Ik heb het 3 keer mijn tong gebrand. Het is een beetje heet. En almost sleeping. Maar, ja. Het is een beetje... Is het heet? Nou, oké. Okay. Ik heb al een paar happen genomen. Ondanks dat het heet is, want je kan ook blazen. En ik vind het lekker. Dit is wat we voor lunch eten vandaag. Beetje rauwkostje en een eitje op bruin brood. We hadden vandaag zin om te bestellen, dus dat gebeurt ook wel eens. Dus dit is mijn pizza. Eet smakelijk. Hallo. Ik kon het niet laten. Ik heb 2 pakken gehakt gekocht. Oh my god. Why? Sorry. Maar weet je wat? Ik ga deze gewoon niet gebruiken tijdens deze challenge. Dan is dat gewoon zeg maar voor de volgende
periode. Dit is overigens wat ik ga maken. Dit lag in de koelkast en ik heb geen idee wanneer ik dit heb gekocht. Maar het is van de Albert Heijn, dus het zal wel 2-3 hons geleden zijn geweest. Maar goed, ze voelen nog goed, dus dat is prima. Mango uit de vriezer, oedernoedels uit de voorraad. Garnalen uit de vriezer, deze heb ik net gekocht en deze heb ik net gekocht. En dan ga ik dit maken voor vanavond. Dus, en ik heb heel veel garnalen. En ik ben natuurlijk uit de vriezer aan het eten. Maar op een gegeven moment is alles een beetje op. En dan heb ik bijvoorbeeld van de garnalen heel veel over. Dan ga ik niet 5 dagen achter elkaar garnalen eten. Ik denk dat ik nog 3 of 4 zakjes heb. Ik denk 3,5 zakjes garnalen min deze. Ik kan nog een ander gerecht natuurlijk gaan zoeken met garnalen. Dat is allemaal prima. Maar op een gegeven moment houdt mijn challenge of mijn filmpje stroom houdt op. Oh mijn hemel. Waarschijnlijk de enige dag dat er een beetje sneeuw is in Amsterdam. Maar er is sneeuw. Ik begin daar. Ik heb de appels die ik kocht voor de appelflappen die ik over had. Nee, mijn hemel. Ik begin gewoon. Dat is echt toch geen zin, Marloes? Dat is geen zin. Ik had appels gekocht voor appelflappen, goudrenetten. Dan had ik heel veel appels over. Toen heb ik een appeltaart gebakken. En toen ik die appeltaart aan het bakken was, dacht ik, weet je wat? Ik bewaar er 2. Want dan kan ik eventueel nog een ander toetje of iets dergelijks mee maken. Iets wat ik ook uit de vriezer kan halen. Niet de appels, maar bladerdeeg. Dus ik heb bladerdeeg. Ik heb 2 appels. Dus ik ga appelflappen als toetje maken. Ondertussen is dit allemaal een beetje ontdooid. Op de zak stond dat het ontdarmd was. Ontdarmd is een heel bijzonder woord. Ik ga even kijken of ik dit met 1 hand open kan maken. Zo'n geweldig zakje van de IKEA. Even kijken. Ik ga er eens even 1 pakken. Hallo. Zeg maar, op de zak staat dat het ontdarmd is. En je kan hier zien. Je kan hier helemaal niks zien, want het is niet gefocust. Maar als ik er wel focus. Nou, ze hebben het in ieder geval open gemaakt. En dat is allemaal dingen. Maar hier is nog een spier. En hier is ook nog poep. Dus ik haal dat er altijd uit. Dus ik ben altijd nog best wel heel erg bezig met dit gerecht. Maar goed, dat vind ik prettig. Dus ik ga dit voorbereiden. Ik ga de appelflappen voorbereiden. En dan gaan we zo direct eten. En dit is het eten als het klaar is. Eet smakelijk allemaal. En de appelflapjes. En een spelletje. En een jongen die nog steeds aan het avondeten is. Ja, weet je zeker? Oh shit. En voor de lunch ga ik American pancakes. Pancakes, kijk. Pancakes. Pumpkin spice pattern. Met blauwe bessen. De rest van de blauwe bessen doe ik in het bakje. En ik heb speciaal voor de American pancakes een teppanyaki plaat gekocht. Die was 20 euro of zo en het werkt echt perfect. Dus dat is voor lunch. En ik vond deze boerenbrood. En die heb ik ooit eens voor 50 cent. Dus die ga ik morgen maken. Dat is morgen lunch. Hier is nog, volkoren tarwemeel en hier ook. Dus, brood genoeg. Ik heb nog maar diepvriese bosbessen hiervoor gebruikt. Of ik heb verse bosbessen gelijk ingevroren. Maar nu is het paasbeslag. Ik vind het gezellig. Ik zal er even eentje omdraaien, dan kunnen jullie het zien. Hoe het eruit ziet. Perfect. En zo zien ze eruit. Nice. En fluffy. Eet smakelijk. Het is zondag en we eten brood. Ik had nog 4 van Dobbe kroketten, dus die ga ik straks bakken. En ik ga een soepje maken, gewoon een klein beetje. In het kerstpakket van een van de bedrijven waar ik werkte, niet meer helaas. Zat dit. Make soup not waste. En dit is, even lezen hoor, het is even kijken. Als we de restjes groeien. Nou, dit zijn restjes die ergens vandaan komen. Geen idee. Maar ik ga het gebruiken als soepbasis. En hartstikke lekker. En ik weet niet, misschien dat ik maar de helft hoef te gebruiken. Omdat ik maar 1 liter soep ga maken of zo. Maar dat zie ik dan wel. Dus. En dan laat ik straks nog wel even zien wat er allemaal op de tafel ligt.
Soepje, koketjes. Kijk eens. Oh, I made it. I did it. You did it. En een hele charmante doek. Love it. Met allemaal broodkruimeltjes en zo. Eet smakelijk. Vandaag eten we alleen maar uit voorraad. Ik heb net kip uit de vriezer gehaald. Ik zag dat ik nog een beetje... Sorry, jullie zien het niet. Kijk, het is mooi hè. Een beetje vermicelli. Oh mijn hemel, ik word bericht. Even kijken, wortels, selderij, bleekselderij. Zo mooi. Oh, ik word nog meer bericht. Echt, iedereen wordt gek. Een ui, tortellini, knoflookjes, wat bouillon. En daar ga ik een soort van tortellini soep nog wat van maken. Dus, in een crockpot. Maar ik ga hem dit keer op high zetten, dus hij hoeft niet de hele dag te staan. Dus dat is wat we vanavond gaan eten. Ziet dit er niet aesthetically pleasing uit? Ik dacht, jullie waarderen dit vast. Ik heb toch besloten om hem slow te laten koken. Dus ik zet hem zo direct aan op 6 uur. Er gaat nog water in. En hier en daar blokjes en zo. En ik ga lunchen. Ik ga pindakaas en appelstroop eten. Niet door elkaar. En ik had besloten, omdat het is een soort tortellini soepachtig iets. Ik heb hier ook nog zo'n pesto broodmix. Dus ik ga pesto brood maken voor bij de soep. Tortellini gerecht nog wat. Dus ik ben benieuwd of dat lekker is. Dus maar ik ga eerst even lunchen. En zo ziet het eruit. De tortellini is helemaal kapot. Dus ik denk niet dat dat gebeurt. En het gebakken pesto brood. Super lekker. Ik kan niet wachten. Eet smakelijk. Voor lunch eten we tosti's. De kaas is bijna op. Ik heb vlees uit de vriezer gehaald. Want ik ga hamburgers maken. Dit is vlees van de... boer, rechtstreeks van de boer. Ik heb patatjes. En in de andere vriezer zitten van die brioche bolletjes voor de hamburgers. Dus dat is wat we vandaag gaan eten. Zo, ik ben al een beetje dingen aan het voorbereiden. Matteo heeft al een hamburger en wat patat, want die moet zo direct even weg. Ik had heel veel gehakt, echt 700 gram. Nou, daar ga ik niet vier hamburgers van maken. Dus ik heb het door de midden gehakt. Ik heb deze geruld. En morgen maak ik daar dan chili con carne van. Normaal doe ik 3 blikken bonen en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zal er nu maar 2, zo, het raam staat open. 2 blikken bonen en dat soort dingen doen. Dus nou ja, dit is prima. Ik zal zo direct even het eindresultaat van de hamburgers laten zien. En dan zie ik jullie morgen weer. En dit is de hamburger. Eet smakelijk. En chili con carne, zoals ik gisteren al zei, met de gerulde gehakt die ik over had. Alleen ik had niet genoeg voor 4 porties, dus ik heb zelf ook iets in elkaar geflanst. En ondertussen kijken we naar de inauguratie van president Biden. Kijk, daar is Kamala. Vandaag eten we heel Amerikaans, heb ik bedacht. In eerste instantie wilde ik gewoon de pulled pork. Dit is echt 2,5 kilo vlees. Dat gaan we natuurlijk niet allemaal vandaag eten, maar ik ga het wel maken. Nu ziet het er nog zo uit en staat er meer. Pulled pork, dit is zeker voor 3 maaltijden. Maar ja, ik moet hem in 1 keer maken. Dan had ik bedacht dat ik sweet potato pie. Nou, daar heb ik echt al een paar weken geleden over gehad. En die sweet potatoes had ik nog steeds. Ik ga een eigen... deeg, flaky deeg maken. Dit zijn de sweet potatoes. Die zijn zacht aan het worden. Dus dat ga ik maken samen met dat gecondenseerde melk die ik had. Even kijken. Ik, en voor de lunch, ja dat is een beetje een dingetje. Ik was er net bij de Albert Heijn en toen heb ik deze dunner broodjes gekocht. In eerste instantie voor de pulled pork. Maar wij hebben een Turkse bakker in de buurt. Dus ik dacht, ja waarom ga ik niet daarheen? Dat is veel verser. Dus ik had daar ook... Ja, sorry, het is echt zo'n zooi. Dit is trouwens de koolsla, die is aan het marineren. Dus ik heb verse broodjes voor de pulled pork. Ik heb extra gekocht, ook voor mijn schoonmoeder. Dan heeft ze morgen eten. Dus de mannen krijgen vandaag extra veel wit brood. Ik eet gewoon bruin brood. Zoals ik nu al een paar weken door de week doe. Het bevalt me prima. Het gaat hartstikke goed, dus dat is oké. Maar goed, Amerikaans eten dus. En ik heb een thingy-majig. Maar ik dan zo, is de bedoeling dat ik dan zo kan doen. Ik ben benieuwd. Kijk nou toch eens naar de mooie sweet potato pie. En Mark heeft de blaadjes gemaakt, dus dat moet even credit. Nou, dit is de koolsla. Ik heb hem al geshred.
Dus we gaan zo eten. Het is, ik vind dat het tijd is om aan te schuiven. Dit hele erge Amerikaanse maaltijdje. Wat? En zo, zo ziet het eruit. Ik heb een beetje koolsla erop gedaan. Wat vleesje. En dit is het eten. Niet het allergezondste, want gewoon. Ja, waar heb je het over? Maar. Als je er gewoon van eten. Overtuigd bent dat het gezond eet smakelijk. Is, dan is het gezond. Lekker soepel. En dit is hoe het eruit ziet. En nu wil ik weten hoe het smaakt. Super. Oh, je bent zo ontzettend wazig en vaag en alles. Dat zeggen mijn kinderen ook altijd. Is het lekker? Ja, ik vind het lekker. Ja? Vind je van de structuur? Ja, super. Daar ben je, altijd een beetje moeilijk in? Heel erg moeilijk, maar ik vind het lekker. Oké, fijn. Daar ben ik weer even voor. Ik dacht, ik laat mezelf ook eens even zien in plaats van alleen eten. Wat zal ik eens zeggen? Het is nu de 22e. Wanneer jullie dit zien is het natuurlijk veel later. Maar goed, het is nu de 22e. En we eten eigenlijk al bijna 3 weken uit de vriezer. Ik zal de vriezer even laten zien. We zijn bijna op het eind dat ik klaar ermee ben. Even kijken. Nou, dit is gewoon brood en zo. Dit is nog de pesto. Het pesto brood wat ik laatst heb gemaakt. Pizza deeg. Hier ga ik een keer een lunch maken. Want dit heb ik ooit eens gekocht. Maar volgens mij is het helemaal niet. Nou ja, goed. Dat ga ik niet een dinner van maken. Dan heb ik hier. Dit ligt er eigenlijk al de hele tijd. Churros. Wat fruit. Nou, dat is niet echt heel erg bijzonder. Dan vond ik ergens in de krochten nog 4 hamburgers. Dus die gaan we binnenkort eten. Dit zijn allemaal losse dingen. Zoals bladerdeeg. En dit is lumpia, bladen. En nou ja, goed. Niks bijzonders. Dan vond ik nog allemaal zakjes met kroketten. Dus dat eten we vast nog een keertje. Dit is allemaal vega. En ik dacht dat er ook vegetarische kipstukjes tussen zaten. Dus ik dacht, want ik had laatst, dat hebben jullie gezien, wokgroenten gekocht. En dan, nou ja, dan kon ik daar een gerecht mee maken. Alleen dit is dus vegetarisch gehakt. Dus ik ga daar een keertje gewoon een pasta van maken. En dan is het ook klaar. Weet je, op een gegeven moment is het klaar. Deze is bijna leeg. Hier zitten alleen maar, weet je, zakjes met, wat is dit, paprika en nog een doperwten. Nou, ik weet het niet. Wij eten nooit doperwten, dus ik heb geen idee. En dit is ook bijna leeg. Dit is mijn, wat ik had gecheat, dat heb ik laten zien. Dit is hertenbiefstuk die ik niet kon vinden toen ik hem nodig had tijdens de, hoe heet het? Tijdens het gourmetten, maar nu dus wel gevonden. Dus dat is het. Dan, dit is er nog over van de pulled pork. Ik heb mijn schoonmoeder een grote portie gegeven. Dit ga ik in bakjes doen. Dus de vriezer die wordt wat dat betreft dan weer wat voller. Maar goed, dat is prima. Dit is alle kipfilet die ik heb gevonden vandaag. Die gaan we eten. En ik heb weer een nieuw lijstje gemaakt. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Vandaag ben ik dus van plan om aardappel, kip, spersiebonen te eten. Pompoenstoof, pannenkoeken in plaats van brood. Maandag pasta en vega gehakt, wat ik daarnet zei. Dinsdag hamburgervlees, aardappels en dan groenten. Ik heb nog heel veel garnalen in de andere vriezer. Een paar lunches, onigira soep, pizza's wat ik daarnet zei. Kipburgers, die eten we vandaag. Even kijken, ik vond ook ergens kipburgers. Nou, die eten we dan vandaag als lunch. En dan ben ik er wel een beetje klaar mee. Ik heb nog heel veel garnalen in de andere vriezer. Ik zal het jullie even laten zien, maar het is niet echt representatief. Deze vriezer, daar zitten gewoon de dingen in die ik vaak gebruik. In de andere vriezer zitten dingen dat je denkt, ja, 36 zakjes garnalen. Ik zal het even laten zien. Zo, nou. Kijk, gaan we eens even kijken. En die staat ook helemaal, weet je, er zitten ook heel veel snacks en zo in. Dat is niet echt eten. In eerste instantie baalbroodjes, spring rolls, dat zijn, hoe heet dat, lumpia's. Wat is dit? Ja, dit is ossenhaas, of runderhaas. En die gaan we een keertje eten als mijn moeder geopereerd is, want mijn moeder wordt geopereerd. Hier zijn snacks, dit is nou, voor in de stomen. Oh, hier zien jullie al gelijk snacks. Nog meer, gyoza, wat is dit? Ah, oh, patat. Nou, patat, dat kunnen we volgende keer eten. Kijk, hier, allemaal garnalen. Ik heb dus nog 3 zakken garnalen. Oh. Konden jullie mij wel horen? Ik heb nog 3 zakken garnalen.
Maar weet je, op een gegeven moment is het gewoon klaar. Daar ga ik echt wel weer een keer een gerecht van maken. Weet je, rijst met garnalen en broccoli of iets dergelijks. Maar mijn challenge is, nadat ik die lijst heb gemaakt, over. En dan zit er nog wat in mijn vriezer. De bedoeling was nooit dat ik de vriezer helemaal leeg zou eten. Al doet mijn, hoe heet het, titel of wat ik al vaker heb gezegd, ik ga de vriezer leeg eten, natuurlijk wel vermoeden. Maar dat werkt natuurlijk niet zo. Dus, dit is het. Ik ga jullie hierna dus nog al die gerechten laten zien. En dan edit ik alles. En dan is het weer klaar. Dan moet ik weer alles gaan vullen. En dan kan ik weer zo'n reeks maken. Superleuk. De boontjes zijn aan het koken. Hier is kip. En ik dacht dat het kip was, maar het is varkenshaas. Maar het maakt niks uit. Dan eet ik dat op. Niet alles, want dat is een beetje veel. Maar en aardappeltjes in de airfryer. Ja, en dit is wat we vandaag eten. En, oh, dit is een lege bord. Salade, nog een beetje koolsla, dat kan er eventueel op. Eet smakelijk. En een laatste stukje sweet potato pie. Als toetje. Heel veel herrie op de achtergrond. Dat is alleen maar goed, want ze zijn aan het opruimen. Wat doe je? Interessant. Ga je bij de hand doen? Je bent helemaal geen puber. Nou, dit is de lunch. Hier zit hagelslag op. Eet smakelijk. Vanavond eten we pompoenstoof. Ik ga dit nu allemaal klaarmaken. Dat moet heel lang in de slowcooker. Ben een beetje klaar mee. Maar goed, dat is logisch. De vriezer is ook een beetje klaar ermee. Dus, maar goed, dit zijn allemaal nog dingen die ik in de voorraad had. En ik ga nu eindelijk dit brood een keer maken. Sorry, ik weet niet wat jullie er net zagen. Dit ga ik voor de lunch maken. Dus nog een paar dagjes, denk ik. Ik denk vandaag, morgen. I don't know, jullie zien het wel. Nou, iedereen heeft een beetje op een ander moment geluncht. Maar ze hebben bruin brood met beleg. En ik maak eigenlijk nooit, als ik de pompoenstoof maak, dan gebruik ik nooit een hele pompoen. Dus ik heb van dat restje pompoensoepje gemaakt. Ik heb nog van dat pesto brood even een beetje geroosterd. En ik ga nu ook lunchen. Eet smakelijk. Wanneer iedereen klaar is, kun je bij Matteo nog steeds een poten maken alsof het nieuw is. Nee? Ja, maar laat filmen. Goed, iedereen is bijna op, maar als ik dan vergeten ben om te filmen, dan kan ik altijd bij Matteo nog eventjes laten zien. Maar die moet nog beginnen. Die moet nog beginnen. Dus, eet smakelijk. Are you kidding me? Hi, daar ben ik weer even. Vandaag is de laatste dag dat ik ga koken uit de vriezer. Ik ga pasta maken. Ik dacht dat ik vegetarische kipstukjes had. Maar het bleek gehakt te zijn. Dus ik ga een pasta maken. Mijn knoflook is op. Dus ik ga gewoon knoflook uit de koelkast in dit geval gebruiken. Dus nou, oh mijn hemel. Vandaag komt de Albert Heijn. Dus ik heb knoflook besteld. Het is ook gelijk een wat grotere boodschappenhol. Omdat is gewoon klaar. Nou, ik heb hier uitje. Een courgette. Ik heb wat paprika uit de vriezer. Ik heb nog wat kleine beetjes champignons uit de vriezer. Dus, let's go. En ik ben aan het editen. Maar ik kom er gewoon achter dat ik helemaal niks heb afgesloten. Of weet ik veel wat. En straks krijg ik gewoon ruzie met Billy. Yes. En met alle mensen die gewoon willen dat ik afsluit. En dus. Mij. Je moet afsluiten. En ruzie met Mark. Dus. Ik hoop dat jullie deze reeks van ruim 3 weken leuk vonden om te kijken. De vriezer is nagenoeg leeg tussen haakjes. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile, feel pretty.